Puntje paling. En daar komt het vandaan. En dat puntje paling, dat kwam bij Smit Bokkelkraan. Dat zat vroeger onder aan de dijk met de rokerij. Oh, puntje paling van Smit. Mooi neergezet en mooi op hoogte. Helemaal top. Ja, die zit hier in. En dus als die hier kwamen, dan eet je leuk. Als je dus kwam, dan was het, weet je, die muziek, het was ook een beetje de soort muziek die erg commercieel was natuurlijk. En er werd op een gegeven moment de paling staan vanwege dat pontje paling dat iedere keer meekwam voor die discjockeys en zo. Nooit geweten. En het zat vroeger onder aan de dijk en hij rookte zelf, zijn vader eigenlijk. En Jan is vroeg dood gegaan. Jaap is verder gegaan, is op de manager van Jan Smit en noem alles maar op. Ja. Toen ik zelf voor de vader van de Olympische Spelen naar Korea moest, voor weer zo'n congres, weet je, Amsterdam was kandidaat voor de Spelen. Toen ben ik bij ze langs gegaan en ik zei van, moet je luisteren, als jullie mij 2 kilo baling kunnen verzorgen, mooi ingevroren en gezield. Dan krijgen jullie van mij een foto dat Anton Geesink in Korea een paling voor jullie eet. Dat was gewoon een god. Maar het is leuk. Ja, maar je kwam in het vliegveld dan met die delegatie uit Nederland. Ik dacht, jezus, je mag helemaal niks meenemen als dat maar geen ellende wordt. Want jij zit in een gezelschap, dus dan kan je die trubbel. Maar toen bleek dat we met alle etages ontvangen werden en geen douane gezien. Op een gegeven moment, zo'n middagje in de zon, hoe was dit? Zitten we In Korea? In 1988. Nee, dat was voor de Spelen, want toen waren ze nog, moesten de Spelen nog beginnen. En we zitten zo met een paar journalisten en Geesink en nog een keer zitten we een beetje kletsen. En ik zeg, jezus, ik geef een goede voor een pak. Oh, jezus, jij bent voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Dat is een zorgzaam gevoel, maar ik heb wat trek. Ja, maar wij hebben onzin. Ah, weet je, ik ga geven. Ik ga naar de hotelkamer, die komt beneden. De paling heb je in de zon gelegd. En toen iedereen aan de paling. En dus Geesink ook. En dus foto's van Geesink gemaakt. En dan weer naar de lokale krant hier gestuurd. En gewoon een deal gemaakt. Ja, ik heb Geesink een paar keer meegemaakt. En dan denk je, nou, die kent je verder niet. Maar ik... Die wat? Hij kent je niet, weet je wel. Dus, wij kennen al die mensen omdat we ze interviewen, die mensen die hebben zoveel is in ons. Maar iedere keer als ik hem tegenkwam, dan had hij het over de pompouwer. Dus dat wist hij wel. Dus dat is mooi. Ja, dat zijn de dingen die wel indruk maken. Die zijn gewoon leuk. Dat is de helft van het werk, zorgen dat je herinnerd wordt, toch? Ja. Ja, uniek proberen te zijn. Hè? En vertrouwen. Ja. Dat is belangrijk.